Dus als jullie me heel even willen excuseren, ik heb wat opnames te doen en... Wacht, we zijn al aan het opnemen? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play! Paper Mario in het duizendje door, ik zei het dit keer heel erg goed. In de vorige aflevering hebben wij McFlurry... Nou ja, je mag ook wel Madame Flurry zeggen hoor. ...in ons team gekregen. Echt serieus, die stem. En met die stem... jullie vonden het wel best wel grappig. Ja, ze heeft hele grote wenkbrauwen in ieder geval. We kunnen nu met Madame Flurry, kunnen we dus deze kamer ingaan. En dan zou hier nog ergens een kistje moeten zitten. En die zit dan precies te zijn hier. En daar vinden wij namelijk een badge. Super Appeal Pay! Get more star power when your ally appeals! Kan handig zijn, maar zelf vind ik niet echt een heel grote fan van die badge. Gewoon heel eventjes. Dus, ja, ik zie heel vaak mijn dingen in rood gaan, dus ik weet niet. Even, geef me een seconde. Ik wil heel even... kan ik hiermee misschien? Even kijken hoor. Test. Ja, ik vind dit wel beter. Ik bedoel, ik zie mijn audiobalkjes echt, ik moet mijn microfoon af en toe een keertje aanpassen, want ja, soms ga ik nogal luid. En dan bedoel ik ook heel erg luid. Ik heb best wel een luie stem. Niet een luie stem van mijn stem is heel erg lui, maar luid met een D. In ieder geval, ja, ik had een update video geüpload. Daarin werd uitgelegd dat ik een unboxing video live ging maken bij de winkel van René. En dat wordt gezellig en noem maar op. Maar goed. Paper Mario stuff, we hebben Flurry. Flurry die kan sommige aanvallen doen en die wil ik jullie zeker laten zien. Daarom ben ik tot nu toe nog niet aan het knippen geweest. En jij bent een goed proefpersoon. You struck first. Yay. Oké, nou Flurry die heeft dus zeg maar twee aanvallen. Een van die aanvallen, dat is... nou ja, weet je wat, we halen er eerst even eentje neer. Ik hou van Stylish, ik weet niet waarom, maar Stylish is gewoon awesome. Een van die aanvallen, dat is de Body Slam. Body Slam, doe het niet. Nou ja, doet het eigenlijk wel. Ik bedoel, Flurry is gewoon een grote Pokémon. Ook weer gelijk de Stylish daarvoor en die doet maar 2 damage. Nou, net zoals alle starters. En helaas, net niet de bingo. Net iets te vroeg. Ja, ik ben goed te vormen in ieder geval. Ik heb mijn Super Guard weer goed onder controle. De andere aanval... Dan gaf ik me net een complimentje, hè. En... Nou ja, maar niet. De andere aanval die we kunnen doen, dat is ja een beetje een waste als ik dat nou zou doen. Maar ik wil hem gewoon nu wel eventjes laten zien. Dat is de Gale Force. Hoe beter dat je de Gale Force doet, des te meer kans dat hij slaagt. Op het moment dat het balkje helemaal vol is, dan blaas je gewoon vijanden weg. En alle vijanden die je dus op die manier wegblaast, die ja, tellen als knockout. Dus het is gewoon een instant knockout. Dus hij kan best sterk zijn, maar... Ja, hij is best wel duur in FP. En eerlijk gezegd, 9 van 10 keer faalt hij ook nog wel eens een keer met sterkere vijanden. Dus het ligt er ook aan hoeveel HP. Aangezien dat ja, het spookje had 3 HP. Dus ja, ik ben er zelf niet echt zo'n fan van. Laat ik het zo zeggen. Ik heb liever niet mijn badge dinges, maar... Koeps bij me. Nou, is er nog een ander iets waarvoor dat we Flurry nodig hebben? En dat is dus de X-aanval. Ik weet niet of ik dat eigenlijk in de vorige aflevering heb laten zien. Volgens mij wel, maar dat weet ik dus niet meer zeker. En ik ben lui. En dat weten jullie van mij. Dus ik ga gewoon een Power Shell doen. Yay! Dat doet net niet genoeg damage. Dus moet ik alsnog iets... Nog meer FP gaan misbruiken. Oeps. Maar goed, in ieder geval moeten we dus terug naar de Great Deku Tree. Dus ja, ik zie jullie in een seconde wanneer we terug gaan naar de Great Deku Tree. En ik heb echt net FP verpest. Oeps. Wat nu weer? Wat hebben we nou weer voor een e-mail? We hebben ons elke keer lastig mee vallen. Oh, dat is een RDM. Zoals ik al zei, RDM, ja, daar ga ik niet echt doorheen. Ik bedoel, het is een beetje een soort van dagelijks nieuws. Niet echt heel erg goed. In ieder geval, we zijn al bij de Great Deku Tree, dus ik hoef niet meer nog verder te knippen. Die mailtjes, nee. Ik had wel gelezen dat jullie toch graag het Luigi-verhaal wilden gaan horen. Dus dat zal ik in een bonusvideo dan gaan doen. Aangezien dat je dan het hele verhaal gelijk achter elkaar kan lezen. Dat is voor mij ook een stuk makkelijker. In ieder geval, we hebben Madame Flurry nodig. En ik druk weer op de verkeerde C-richting. Oeps. Wat we willen doen is, we willen Madame Flurry gebruiken. Want we hadden Madame Flurry nodig om de Tingy te verwijderen. Want ja, er was een Tingy en dat Tingy dat konden we verwijderen. En dat kunnen we met McFlurry, omdat McFlurry die kan heel erg goed blazen. Al heeft ze een hele zware rookstem of zoiets in die trend. In ieder geval...
That's the secret entrance. We can finally get inside. Here I go! Klinkt leuker als Mario dat doet, Punio. Maar het zou toch niet gelabeld zijn, secret... Aren't punies just the most precious little things? Mario, I feel I must ask. Did you know that I used to be a rather famous actress? Don't care. I was a diva of the stage. I was known as Madame Fleury the world over. But the filthy air outside the spotlight repelled me, so I came to the woods. Don't care. And soon enough, I glimpsed the beauty of those beauties and their cute little hearts. It reminded me of my own innocence, and as an actress, and that made me realize I shall ever love the stage. I must feel the spotlight shine on me again. I must! As you can see, these dear little beauties helped me find my true self. That's why I must help them however I can before I go on my own adventure. That's heel erg spannend. Mario, can you hear me? Mario, can you hear me? I made a mistake. Check it out! I was able to open it from the inside. Come on, over here! The time has come for me to repay my debt to the punies. Come along, Mario! Doei. C-knop. Doe het eens. Goed zo. Koops, kom er even gezellig bij. Yeah, I am much better than that big eyebrow lady, I assume. Juist. Even weer een beetje de stemgang, hè. Het is heel belangrijk dat ik de stemmetjes eventjes wel goed heb. Hurry up, go inside. Ja, ik ga naar binnen toe. Zo. Goed, als wij binnenkomen... wacht heel eventjes. Voordat ik iets vergeet. Wij willen Goombella eigenlijk heel eventjes hebben hier. En hier zitten weer bosjes die we dus heel eventjes zo kunnen doen. De reden waarom dat Goombella heel eventjes alvast naar buiten gooi is in verband met er komt een nieuwe vijand aan. Dan weten jullie dat alvast. Weird. Normally everyone's right here. What the hey? Hey Elder, everybody come out. Hello? Hoi. Why, you guys? How'd you get in here? Whoa, dude! Isn't he that Mario guy? What? He is! We better get him then! But dude, Lord Crumb totally said to us that to tell him immediately if we found Mario, remember? You idiots, use your head! If we capture him, we'll get all the credit, man! Duh! Oh yeah, right on! Let's rock this jump! 1, 2, 3, break! Dit is de reden waarom dat ik heel eventjes Goombella heel eventjes naar voren gooi. En deze kast blijft geweldig. Eén groot probleem is, eentje heeft de Super Shroom en daar ben ik niet echt een grote fan van. Dus die haal ik eventjes gelijk neer. Ik hou van overkill. Volgens mij hebben ze iets van 5 HP geloof ik of zoiets. Weet ik niet zeker. Goombella, help me daar eens even mee. Het is een X-Nod. X-Nod, ja klopt. Dat was het inderdaad, de description die ruikt en die murt, weet ik het allemaal nog meer. Het zijn low level foes. Ze hebben 4 HP, aanval is 3 en defense is 0. Ze drinken potions om ze groot te maken en sterker en dan vallen ze aan. Eentje is makkelijk, maar als er 2 zijn dan heb je een probleem. Dus je gebruikt speciale aanvallen, etc. Sorry, ik was traag met mijn super guard. Goombella kan het wel aan, dus waarom ook niet? Dus we moeten gewoon heel eventjes de multibounce. Krijg ons even beter, dat zou fijn zijn. Net te vroeg. Ik ben elke keer 1 tikkeltje te vroeg, dat is best wel jammer. Maar ja, we krijgen er toch nog 3 starpoints van, dus op zich best wel gunstig. En we hebben ze verslagen. Crud, that stung man. Dude. Maybe reporting back to Lord Chump isn't such a bad idea after all. Okay, doei. And the door wordt gelijk dichtgegooid. Pretty slick word handling those guys, Mario. Seriously, way to go. But the question remains, where did everybody go? What could possibly make everybody leave? Hoi. Finally, somebody showed up. What are you doing hiding back here? Come out for Pete's sake! I found a powerful ally! He's huge!
Are you sure you huge mustached man won't try to eat us? Hey, who's that? Who's Bell's back in there? Oh my god, I'm heel leger. He's best by the leg. He's precious! Danger! Nice dash! It scares me so burly. Oh, don't worry everyone, this is Mario. He's a friend. He's here to help. All those bad guys, Mario stomped every one of them, just like the last goons. Hey, dat hebben wij niet afgesproken, Punio. Ho, eens eventjes. Waar staat dat in mijn contract geschreven? Dat ik dat zomaar in één keer zou door... Is this it? There are so few. Well, we have to make do. Let me formally introduce Mario. Wait. How do we really know this burly fellow's our ally? Maybe one of them. Pinnipper, what are you saying? He's not one of them. Listen, we can all fight alongside Mario and chase those goons out of here. We can take back our tree. We can take back our homes. Big Bad Junior, listen to yourself. Trying to solve all important like. You have no idea the kind of troubles we've been through while you were gone. What? What? What are you talking about, Pinnipper? Drijft wel heel erg vaak. Why are there so few of you anyway? What happened to everyone? Well, they've been captured by those goons. The elder, everybody, including your sister. What? But Junie, tell me it isn't so. Oh, it is so, alright. She was taking off somewhere with the rest of them. They said it was because we wouldn't tell them where to find some crystal ting. We told them they that we never heard of it. Oh, Junie. Well, that absolutely tears it. We've all gotta go look for them right away. What are you saying, Junio? We can't do anything to those giant goons. Besides, they aren't alone. The cursed Jabby tribe is in league with them. They're hoping to make this tree their own once we've all been driven from it. This is it for us. The end. Game over. And adding this hairy old man to our ranks won't help a bit. How can you say that? You can't know that. We have to try. Don't you see? Think about it. If we all get together, we can take care of any stupid jabbies. So who is me with me, huh? Come on, everybody. Let's pull out our strengths. Are you with me? Yay or nay? Yeah, ik moest heel eventjes daar die reference in worden. Sorry. Ha! Punio. You have to conceive me. Because I think you're nuts. That's supposed to mean? Tell you what, you and Mr. Mustache there can get the revelation started. If you can free our friends, who got locked up somewhere in the tree, then I'll join your little crusade. Ha, like that's ever gonna happen, please. Fine, now I'll show you. Oh my god, we've got the glory, babe. Right, Mario, right? Come on, follow to the glory, let's go help them. Oké, okay. Goobella die staat er echt zo bij van, wat moet ik hier nou eigenlijk van denken? Goed, in ieder geval, ik wil Koeps eventjes terug. We komen wel wat nieuwe vijanden tegen, maar op het moment dat we die tegen gaan komen, ja, we kunnen hier eventueel 7 zouden we willen, maar ik heb geen zin om te 7. Ik bedoel, waarom zou ik willen 7? Ik wil die 7! Nee! Ik heb liever een 8. Nou, als we dus hier de boom volgen, dan zien wij dus hier een 10 staan en een soort van plateautje. En als we daarop gaan staan, dan zien we een 9. Dus waarschijnlijk geldt het alleen maar voor punies. Dus ben je daarvan op de hoogte. Nogmaals, alle boompjes wil je blijven controleren. Misschien dat er iets zit, namelijk. Kunnen items in zitten. Wacht er nou niet een... Het zou een ideale plek zijn voor starpies, als je het mij vraagt. Maar nee, er komt eigenlijk een item waardoor dat we heel erg veel starpies kunnen vinden en... Een van mijn minst favorieten in verband met dat je daar weer een walkthrough voor nodig zou hebben en alles. Maar daar komen we later wel op. In ieder geval, alle bosjes wil je dus kunnen controleren. Dus laten we dat heel eventjes gaan doen. En volgens mij is er een nieuwe vijand. Oh! Een power punch! Die is leuk! En dit is ook leuk. Ik zei, dit is... Poink! Ik bedoel, dat doet toch 3 damage. Dus dat werkt wel in ons voordeel. En een nieuwe vijand. Damn, nieuwe vijand. Oké. Partner. We doen het nog steeds met Combella. We zouden nog steeds alles tadelen. En dat is voor mij even een risicomomentje. Maar dat maakt niet zo blij. Hooray! Deze beesten die heten een Yaks. Het zijn creatures die gemaakt zijn in de X-Nod Labs.
Ik vind nog steeds stiches klinken. Hun HP is 3, aanval is 2 en defense is 0. Volgens het boek, als ze aanvallen en items zullen het niet aanvallen als ze een mini-jux around hun hebben. Dus als er een mini-jux opeert, moet je die eerst uitschakelen. Yay, Super Guard! Oftewel, jij bent neer. Daar ben ik best wel blij om. Die dingen wil je gewoon zo tegenhouden. Op het moment dat je dus, als hun aanvallen, dan krijg je dus een van die mini-jaks. En ik laat jullie heel eventjes eerst even zien die mini-jaks. Waarom ook niet? Dat zijn mini-juksen. Kleine krietje die zorgt dat ze dus hun juks kunnen schermen. Dus ze kunnen in twee splitsen. Ze hebben maar 1 HP en aanval is 0 en defense is 0. De enige reden waarom dat ze bestaan is om dus zeg maar de vijand tegen te gaan houden en dat is gewoon irritant. Je kunt ze dus heel erg makkelijk neerhalen. Het enige nadeel is elke keer als ze aanvallen zullen ze dus, de grote als die aanvallen, zullen ze dus weer zo'n jux tevoorschijn halen. Superguard? Nee, net niet. Helaas. Dus ja, die beesten die kunnen nogal irritant zijn. Dus als je zo'n beest tegenkomt, zorg ervoor dat je ze gelijk neer hebt gehaald. Ik raad dat echt aan. Power Bounce, dat is net zo makkelijk, want dan halen we hem in één keer neer. Ik hou van overkill, jongens, ik kan er niks aan doen. Nou ja, we hebben wel weer een hele leuke bunch of star points. En daar gaat het voornamelijk om, dus yay! Oké, nou, voor X-Nuts heb je jou niet meer nodig. Ga weg, ik wil mijn koeps vechten. Ik weet niet, ik ben niet echt van de Goombellen en voornamelijk niet van Flurry. Ik bedoel serieus. Flurry, ja. Raar karakter. Dus, ik ben al wel met ze zoals dat je dus hebt gezien. Wanneer dat het echt nodig zou zijn. Maar voor nu heb ik zoiets van. Nee. Haha. Kom op, ik eerst. Yay! Het grappige is, als je met Koeps hun aanvalt en Koeps is gepower-upped, dan zou je gelijk 3 damage doen, waardoor dat je ze in 1 klap neerhaalt. En dat is eigenlijk best wel fijn. Nou weet ik niet. Koeps, kun jij hem raken? Of ga je het dwars omheen? Ja, gaat dwars omheen. X-Nat, die hou jij ook sowieso niet neer. Damn. Ja. Dit is een lastige pikkel. Jij durft zomaar een blikje naar ons te gooien, terwijl dat wij heel even strategisch aan het nadenken zijn, Stoute Goomba. Oké, laten we gewoon heel eventjes... ik ga gewoon voor de Power Bounce. Want deze dingen die zijn gewoon super irritant. En dat die gast die wel een blikje gooien. Nou, ondertussen is er wel een nieuwe aangekomen. Nou ja, misschien kunnen we hem tegenhouden met een Super Guard. Dat zou op zich best wel fijn zijn. Dubbele stylish. Ah, net te vroeg. Nee, dat maakt niet uit, want ik was toch van plan om heel eventjes een sweet treat te doen. Ik bedoel, we kunnen hem daar toch neer gaan halen en we zijn low op FP, dus waarom ook niet? Dus, oké. Deze die gebruik ik eigenlijk... Oh, die wou ik niet hebben. Nee, maar deze gebruik ik eigenlijk het meeste voornamelijk om FP te restoren. Ik bedoel, serieus, waarom HP? Echt veel damage zou ik nooit echt mijn HP krijgen of zo. Die wil ik hebben! Ah, net te laat. Nou ja, we hebben er toch 6. 6 uit 3, maakt niet uit. Betreden. Yay. Dan even in een shuttles en dan mappen we hem neer en dan hebben we hem in ieder geval opgeslagen. En natuurlijk niet te vergeten die stylish doen, want dan gaat het balkje sneller vol. Daar zijn we best wel blij om. En we hebben alweer bijna een level up, dus waarom ook niet? En we krijgen extra muntjes, dat is altijd leuk. En als dat cirkeltje me nou nog zou raken, zou je dan weer een nieuwe battle krijgen? Is dat een glitch? The cursing frees your coins. Ik heb een flauw idee. Een nadeel van die muntjes is trouwens wel, ze verdwijnen nogal heel erg snel. Dus wat ik met jou, is er iets achter? Dacht het niet. Oké dan. Man, this is brutal. How much longer till we find that stupid crystal star? And even those punies we captured know anything about it. And they live here. After all this pointless searching, I'm thinking we're looking in the wrong place. Ouch. Natuurlijk is dat figuur er ook weer, maar dan ben je daarvan in ieder geval op de hoogte. Hey! Helder! Puryo, is that you? You're looking well.
Why you should come, Elder! You're trapped, and this is our daring rescue of you! Oh, rescue it is. Well, thanks, I suppose. These are quite exciting. And I think you ought to help the other punies before you rescue me. Where are the others? Let me think. Where was I? Ah, yes. Your question. The rest of the punies. Unfortunately... Big brother! Is that my punio? Ik vind het grappig hoe dat ding gewoon door blijft leuteren daar. Petunie, thank heavens! You're here! You're safe! I know you come for me, Punio! I just knew it! Of course I would, dear sister, and I've brought a mighty ally! Look at him! We're going to get you out of there, right away! I swear! You just hold tight a second! Okay. Spannend. Mario, listen! Navi! Squish it! Okay. We gotta find the cell key. Or we're going nowhere. Oké, ben jij nog steeds aan het mumbelen van... Nee, helaas. Het zou wel leuk zijn als die nog steeds bezig was met mumbelen. Even de bosjes hier weer heel eventjes controleren. Kan altijd handige dingen in zitten. Achter de warpipes altijd kijken. Want heel vaak zit daar een secret to everybody. Hou er wel een beetje rekening mee. Ik ben jouw stem weer vergeten. Oh well, isn't it a treat? We must stop meeting like this, don't you think? Oh hey, I know you. You're that one girl. I never thought I'd see. Wait, listen. I mean that when I'm happy to see you, but... Okay, I'll shut up now. Well, anyway, I heard there were some nice badges to be found here, so I came looking. Only problem is, I've been running into more trouble than I expected. Mwah! But who cares about that? Lovely to see you again. Oh, again? Why? How? You're so lucky, Mario. The precious crystal star you're looking for is near the bottom of this tree. Good luck finding it before the others. Take care, my handsome stash superstar. Let's get together sometime soon. Man, she sure is cute. En natuurlijk op de goede timing. Oh, my aging. Hey, you! You're the dirtbag who hit me from behind, aren't you? Jouw stem is veranderd. Yeah, real fair, you scum. You fight dirty, you get dirty. And I'll be doing the dirting. Je bent all by yourself. Hoe? Hoe wil jij überhaupt? Nou ja, in ieder geval, je bent neer. En aangezien dat we al die stylish hebben kunnen doen, volgens mij zit er dan genoeg op tot de Starboy. Ja, hij is weer vol. Oftewel, we kunnen weer eventueel flower points refillen als we daar zin in hebben. En goh, heel toevallig had hij de sleutel bij. In ieder geval, gaat het muntje hier en... You got a red key, wat leuk. Oké, kunnen we hier ook al eventjes... een ultra shroom. Daar heb ik wel een idee voor. Heel eventjes items openen. En dan pakken we gewoon heel eventjes een honey shroom. Dat herstelt 5 FP. En dan willen wij zeker deze heel eventjes pakken. Dank je. Oké, hier zit niks. Nee. Hierachter? Nee. Dus ja, we hebben de sleutel gevonden. En ja, een old Paper Mario fashion style. Ik vind het eigenlijk best wel een beetje detail. Hier heb je dan zo'n map en X-Not kaarten. En een rode potion. En iets met een blauwe dop. En wat dan nog meer. In ieder geval, we hebben de sleutel gevonden en in old fashion hebben we dus nou het probleem dat we dus een beetje cutscenes gaan krijgen. Dus eigenlijk wil ik het hebben gelaten in deze aflevering. We hebben flink voor elkaar gekregen, we hebben de punies gevonden, we hebben wat X-Nats neergemapt en we hebben de Elder gevonden. Dus ik wil daar wel bij laten. Dus heb je zelf een leuk momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien bij de volgende video van Let's Play Paper Mario in de 1000 jaar door. Bedankt voor het kijken. Nogmaals bedankt voor jullie support. Jullie zijn awesome. En tot de volgende video. Doei!